Goedendag. Er is vandaag veel bewolking in het land en uit het wolkendek valt ook af en toe wat lichte regen. En ook de komende dagen zullen we vaak van dit soort beelden zien. Toch probeert de zon het vandaag toch nog in bijvoorbeeld Noord-Holland. Een hele kleine, korte opklaring, maar toch raakt het ook hier weer bewolkt. Want we hebben te maken met een zwakke storing die over het land ligt. En die zwakke storing kunnen we ook heel goed op de Europese weerkaart zien. Het is namelijk een lichtsignaal dat over het land heen ligt met... Lichte neerslag en dat signaal verplaatst zich langzaam oostwaarts. En de komende dagen komen we dan toch steeds meer onder invloed van een groot hoogdrukgebied te liggen. Het hoogdrukgebied trekt met de kern net ten zuiden van ons land voorbij. Er staat maar weinig stroom in de atmosfeer, dus daardoor blijft het ook vaak toch wel grijs weer. En richting het weekend volgt weer een tweede hoogdrukgebied. En die kern lijkt net ten noorden voorbij te trekken. En dan zou het misschien toch wel eens tot wat meer opklaringen, maar ook koudere nachten kunnen komen. Goed, zover is dat nu nog niet. We hebben nu nog te maken met een stroming uit het zuidwesten. Daardoor ook nog wel vrij hoge temperaturen ondanks de bewolking. 15 tot 16 graden. Maar er komt gewoon veel bewolking voor. En uit de bewolking valt zeker in het midden en noorden ook af en toe wat lichte regen of mise regen. In het zuiden kan de zon nog af en toe kort doorbreken. Maar het zijn echt wel spaarzame momenten. De, de bewolking heeft gewoon echt de overhand vandaag. En ook vanavond blijven we toch vaak bewolkt. Uit het wolkendek valt nog steeds af en toe wat lichte regen en ook komende nacht is dat het geval. Het wordt geleidelijk aan wel droger en omdat er maar weinig wind staat en er veel vocht in de atmosfeer zit, kan er ook makkelijk mist ontstaan, de grootste kansen vooral in het zuiden van het land. En dan kunnen we morgenochtend ook best wel als met een kleine wereld beginnen, zeker opnieuw weer in het zuiden, met hardnekkige mist en lage bewolking. In de loop van de dag lijkt dat wat op te trekken en komt in het westen misschien af en toe de zon tevoorschijn, maar het oosten houdt de zon toch echt wel uh, moeilijk. Daar veel bewolking en de temperatuur kan opnieuw naar 15 of 16 graden stijgen bij maar weinig wind uit de westelijke richting. En ook de komende dagen heeft de zon het in eerste instantie nog moeilijk. Ook donderdag en vrijdag dus veel bewolking en waarschijnlijk ook mist in de ochtenduren. Maar met die wind nog uit het westen is het wel zacht. Het kan nog 15 graden worden. Maar daarna zoekt de wind toch tijdelijk wat meer de noordhoek op. En daardoor kan de temperatuur iets naar beneden gaan. Overdag komen we op waarde zo rond de 12 graden. En de zon, die gaan we ook nog wat vaker zien. Zeker begin volgende week maakt de zon iets grotere kansen. Maar de kans op mist, dat blijft ook nog wel bestaan. En ook als we even naar de pluim kijken, dan zien we nog dat we in eerste instantie met die iets zachtere temperaturen te maken hebben. Maar de tendens, die is toch al iets dalend. En we zien ook vanaf het weekend dat de nachten duidelijk kouder worden. Fijne dag!